Duk hem. Snel. Yo. Yup, je ziet het goed. Ik ben op de vlucht met de 6-jarige Legend Guy. Ik heb hem namelijk wijsgemaakt dat we achtervolgd worden door geheime agenten die ons in de gevangenis willen gooien. Maar eigenlijk zijn het gewoon acteurs die precies weten waar we zijn. Hij is de zolder gevlucht. Lekker. Maar Guy weet dat dus niet. Guy schakelt alles in om niet gepakt te worden. Wapens, nerf guns, zijn beste matties, rookbommen en nog veel meer. Dit wordt lachen. En 1 en 6 is toch 7? Niet 16? Waar kom je daar ineens bij? Maar jij kan niet zo goed kijken, dus jij bent de blok. We zijn op de vlucht voor 2 hele gevaarlijke mannen. En ik kan zo goed richten dat ik op kaak schiet. Waar ga je mee schieten dan? De politie verwacht nooit dat je teruggaat naar waar je vandaan komt. Ze denken altijd, oh ja, die gaan naar het buitenland. Maar daarom gaan wij expres gewoon vandaag hier, gaan we op allemaal plekken schuilen. Daar. Ja, maar we moeten niet naar jouw huis toe, want dat verwachten ze sowieso. Ze verwachten sowieso dat we daar naartoe gaan. Dus we moeten niet naar jou, we moeten naar andere plekken. We moeten andere spots vinden. Dan weet ik het al. Oké, waar dan? Mijn vriendje, die is heel vlakbij. Oké, gaan we daarheen. Weet je wat ik nog heb meegenomen? Die kunnen we ook nog afsteken vandaag. Maar die hou ik even bij me, want anders steek jij me af in de auto. Dan weet ik alweer hoe het gaat. Waar moeten we heen? Rechtdoor. Maar weet je zeker dat we ons soms daar niet kunnen vinden? Ja. Ik weet ook niet welke kant. Daar zijn ze. Dan moeten ze nog doorrijden, Jim. Doorrijden. Weet je wat we doen? Nee. Kijk, ze hebben nu onze auto gezien. Dus we moeten de auto hier achterlaten. Oké. Rustig. Wacht even, je achterbosje. Je hebt die twee mannen gezien, toch, net? Ja. We reden langs, dus je weet hoe ze eruit zien. Zo, met hier. Is dit hem? Woont hij hier? Ja, hij. Woont Yuko hier? Yuko, over. Oh, joh. Hey, hier. We zijn op de vlucht. Waarom zijn jullie op de vlucht hier? Wat is er gebeurd? Ik ben gevangenisstap. Uit de gevangenis ontsnapt? Ja. Oh, jee. Er zitten twee gasten achter ons aan. Wij hebben wel wat kleren voor je. Die aantrekken maar, plaats van dat ding. Waarom kan ik deze stoppen? Achter de kussen. Ik ga hem ook even omkleden. Deze trui valt ook een beetje te veel op. Een mut, dan herken je niet je haren. Doe hem op je hoofd. En jou, dit is goed, dit is goed. Zijn we extra onherkenbaar. Lekker. Maar stel ze komen nu ons hier zoeken. Waar gaan we dan langs? Dan zeg ik, nee, die is echt hier niet. Hij ging echt richting Amerika. En dan kunnen wij gewoon hier langs eruit. Ja. Het zou zomaar kunnen zijn, hè? Zou zomaar kunnen zijn dat die papies ons straks komen zoeken hier al bij het huis. Die verwacht het niet, maar het zou zomaar kunnen. Er was een man hier voor de namen. Zie je? Yuko, pak een sleutel en ga via de poort. Yuko, je moet eerst even tegen ze praten dat Guy er niet is. Zijn Kalfijn en Guy hier? Nee. Wij denken dat ze hier zijn. Hij ging echt richting Amerika. Ja. Mogen we even binnenkijken? Guy is al weg. Guy, waar ben je? Ze zijn hier. Kom. Wat? Zijn ze daar? Oeps. Hey, Kalfijn en Guy. Ja, ze gaan naar binnen. Zijn er binnen. Ik wil over het huis. We gaan hier. Yuko. Yuko, waren dat? Ja, ze waren er. Oh ja, ze waren er. Ik kan mee, hoor. Hier. Hier. This friendship right here. Ja. Ah. Maar ik weet niet eens waar we zijn. Waar zijn we nou weer? Dit is zo'n huis. We kunnen hier wel in de tuin schuilen. Maar ze hebben ons op het spoor, zie je. Ja! Nee! Waar zijn jullie? Hallo! Meermin man en mosseljongen! Ze moeten hier ergens zijn, we moeten goed zoeken! Ah! Kijk, kom, we gaan naar binnen! Kom voort, hij! Dag mevrouw! Die is lekker naar zolder gevlucht. Jongens! Top, ja? Guy zit helemaal erin. Hij is de zoldige vlucht. Lekker. Veel succes. Tot zover. De vlucht is zeer spannend. Yo. Hier. Zwaard koude dichtbij. Zijn ze weggegaan? Ja, ze gingen de andere kant op. Kom, ga even beneden kijken. Oh, sst. Hier. Hey Guy, blijf onder het bed, ja? Jullie mogen even naar boven. Guy zit onder het bed, dus je moet daar gewoon langs lopen. Oké, boys. Hier zijn ze boven.
ze vinden. Volgende huis. Wajo, ze zijn weg. Wajo. Misschien moeten we ons straks weer even verplaatsen. Kunnen hier niet voor altijd blijven? Naar Sepp misschien. Gewoon naar Sepp. Ik doe camera schieten, dan gaat het stuk. Niet schieten. Kie, let op. Kom, we moeten eruit, we moeten gaan. Kom. Waar woont hij? Daar, in die straat. Okay. Maar ik heb nog deze keur. Het zijn wel sterke gasten, dus ik weet niet of ze heel veel voelen van die nerfpijltjes. Ik denk wel, als ik in hun oog schiet, gaan we... Rennen. Ja, ik ren toch. Misschien moet je me tillen. Ja, die kant. Is dit aanbellen, het? Aanbellen. We moeten schuilen. Hallo. Hoi. Ja. We moeten schuilen. Schuilen? Kom gauw. Ben je Sepp? Ja. Alle deuren moeten gesloten zijn. En je moeder moet ze niet open doen. Oké. Okay. Misschien kunnen we in de kofferbak. We hebben geen kofferbak achterin. Klopt dat? Nee, klopt niet. Dan kunnen we in de kofferbak, dat is een goeie. Waar staat de auto? Stop. Mag ik rennen? Kom hier. Daar staan ze. Ja. Oké. Okay. Zijn we veilig, denk je? Daar is hij. Bukken. Wij zoeken twee mensen, Calvin en Guy. Heb je ze gezien? Nee, niet gezien. Zij ontsnapt uit de gevangenis en we zoeken ze. Ze moeten terug. Ik heb niemand gezien. Zijn dit ze? Even goed kijken hoor. Wat zijn ze? Een van deze kinderen heeft een scheet gelaten. Nee. Het begint toch aardig te stinken hier in de auto. Nee, je mag doorrijden. Ik had er... jullie niet gezien. Hebben ze ons niet gezien? Nee, een heel lang rondje, mama. Vraagt uw aandacht voor het volgende. Calvin en Guy zijn ontsnapt uit de gevangenis. Pas op, ze zijn gevaarlijk. Calvin, als u ze ziet, gaan. Bel dan de politie. Help ze niet. Help ze niet. Ze zijn gevaarlijk. Ze is op de radio. Ze zijn gewoon gevaarlijk. Zit op je billen. Bukken. Ja. Ik wil dat je de auto daar neerzet. We gaan hem even controleren. Daar bij mijn collega, die laat die verder. Okay. Oh no. We hebben hier even wachten, we komen zo terug. Kom. Ik snap dat je bij je Mattie wil blijven, maar we moeten denk ik... Hier, nu kijken ze niet. Oh, want ze staan daar. Snel. Go. Hé, bedankt hè. We moeten snel. Ik schiet je! Staan blijven! Nee! De achterdeur is open. Snel. Ik kan dit de hele dag blijven. De motor jongen. Tijd met een zolder. Yo, die ze zijn vlakbij vriend. Mag die eronder? Ja jongen, je moet je gewoon verstoppen waar je wil gast. Kijk al fijn. Ja, dus dekentje erbij. Zo zie je niet. Ik ga even kijken waar ze zijn. Nee, ik ben voorzichtig. A few minutes later. Hier zit nog steeds op zolder. Ik vind het zo grappig. Straks haal ik hier gewoon naar beneden en dan gaat dit aan. Dit is een uitzending van opsporing verzocht of zoiets. En op een gegeven moment komen wij natuurlijk in beeld. Ze zijn gevaarlijk. En we zetten hem gewoon aan alsof dit hier gewoon even staat af te spelen. Guy. Kom eens aan. Hey, we hebben alles op slot gedaan. Kom maar. Kun je misschien de gordijnen dicht doen? Ja, we gaan het even zien. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Calvin en Guy zijn op... Dat hoort wel ook op de radio. Maar ik denk niet dat ze hier komen. 20 minutes later. Wat ben je aan het doen? Weet ik niet. Jij bent. Ik hoor allemaal dingen. Volgens mij is dat bij de buren. Maar die waren vanmiddag wel aan het timmeren. Ja. Kun je hier toch niet naar binnen? Zeg niet de deur open doen. Doe wel vast even mijn jas aan. Ja, voor het geval dat. Hier hebben we ons niet op voorbereid, G. Zo moeten we rustig naar boven. Calvin, Guy! Kom naar buiten! Is hij boven? Wil je dat ik boven ga kijken? Ja. Oké, ga even boven kijken. Oké. Kom hier niet naar binnen. Schieten en dan rennen. Ja. Calvin, Guy! Schiet op. Handen op! Schiet! Hij heeft een pistool. Nee, geen pistool, hè? Schiet je neer! Ik heb een pistool, man. Ik kan je op in je hoofd schieten. Kom. Hey, Guy. Schiet je neer!
Het is gewoon een speelgoedpistool. Kut, kut. Nee, kom. Je kunt het nooit pakken met speelgoedpistool. Deze kant op. Kom. Snel. Kijk, ze hadden gewoon door dat het speelgoedpistool was. Misschien moet je hem tellen. Het vindt ze zich makkelijk. Mogen we naar binnen? Waar kan ik binnen? Yo. Hoi. Alles goed? Ja. Hier, misschien is het tijd voor de roof. Ja, die ga ik voor de deur afsteken. Laat jij ze af. We zijn daarin. We komen hier vandaag. Hé! Hey, kom maar! Vraag de kut! Ik ben hier! Gooi jij slaap. Klaar! Jee! Kom, we gaan naar jouw huis. Snel. Kom. Kom, we gaan naar de hut. Waar zitten we? In mijn hut. Oh, dit is jouw hut. Zijn er nog wel? Ze komen deze kant op zo. Ja, maar kijk, wij hebben deze kut. Ik denk dat ze door hebben dat het gewoon speelgoedpistolen zijn. Klaar! Kijk, hier naar binnen. Zit in de val. Kunnen nergens naartoe. Hey, ja. Kunnen nergens naartoe. Kijk. Nog. Nee. Ze. Nee. Een hartstikke nep. Nee. En nu hebben we jullie. No. Jullie moeten terug naar de gevangenis. Oh nee. Die. Laat me niet los. Geef ons over. Geef je over? We gaan jullie nu mee naar de gevangenis.